Hey, ik ben Stephanie en dit is Bus. Nieuws uit de politiek. Geert Wilders diende een motie van wantrouwen in tegen de benoeming van Abu Talib en Al Bayrak. Wilders vindt dat ze niet benoemd mogen worden omdat ze 2 paspoorten hebben. En dus een dubbele loyaliteit. En deze woorden komen van een man die 40% van zijn stemmen te danken heeft aan het feit dat hij zelf uit Limburg komt. Rauw, rauw, rauw is lastig rauw. Moet je je voorstellen, Geert Wilders is ooit een lief, klein, zacht Limburg jongetje geweest. Je weet wel, nette haartjes, mooi jasje, leuk broekje, schattige schoentjes, leuk truitje, leuk broekje, kleine sokjes, leuk onderbroekje, tjoekiewoekie, koekiewoekie, ja! Geert Wilders heeft net, als ieder kind, spelletjes gedaan op het schoolplein. Hij heeft waarschijnlijk geknikkerd met de oogballen van minderheden. En daarna speelde hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie mag ik een deportatie geven? Yay! Wilders is zo 1944. Nieuws uit de showbiz. Supermodel Naomi Campbell heeft een taakstraf gekregen omdat ze een mobieltje naar het hoofd van haar assistent had gesmeten. En daarom veegt op dit moment de straten van New York schoon. I thought that they dead bedoelde with hands-free calling. Aldus Naomi. Haar medewerkers moeten binnenkort verplicht een cursus omgaan met Naomi volgen. En als het dan nog misgaat, kan Naomi, gezien haar verleden, nog altijd de straat schoon gaan snuiven. Binnenlands nieuws. De gemeente Amsterdam gaat de Hells Angels aanpakken omdat ze zich niet aan de wet houden. De Hells Angels zeggen verbijsterd te zijn over zulke ongegronde, grove, bespottelijke, beledigende, mensonterende beschuldigingen. Was jij al ooit zo verliefd? De Hells Angels hebben zich de afgelopen jaren onrechtmatig terrein rond een clubhuis toegeëigend. Ja, we speelden gewoon elke zaterdag levend stratego. Aldus de Akela van het stel. Nieuws uit de politiek. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar zitten wij opgeschreven met een christelijke regering. Gelukkig laat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen zien dat Nederland alweer klaar is met Jezus, God, Mozes, Madonna en trek heeft in tomatensoep. Tomatensoep? Jazeker, tomatensoep. Laten we blazen met elkaar. Blazen met elkaar. We nemen vast afscheid van onze premier. Ja, met die, Jezus! Met die bril. Met die, die op Harry Potter lijkt. Van de. Jezus! Onze premier! Godverdomme! Ga nou! Je op Harry Potter lijkt! Met die bril, die witte broek! Ik sta niks op met Jezus Christus! God! Dit is hoe heet hij nou? Niet Pieter Poeter Pata, Pieter Pan! Godverdomme! Ik ben er helemaal gek van! Hoe zit nou? Jezus Christus! Want zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van altijd. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij. Balkenende! Ja! Dit was Bus.